We hebben gebouwd in 2018. En eigenlijk ben ik iemand tegengekomen juist nadat de bouw klaar was. Hij heeft dan gezegd van, ja, laat zeker je kanalen reinigen, omdat je gaat na verloop van tijd anders problemen krijgen. En zo is die bal eigenlijk een beetje naar boven gegaan. Heel vlot, ik heb eigenlijk niks moeten doen. Ik vermoed dat ja, die kennis heeft zelf via de website de bestelling ingegeven. Zo vriendelijk is hij dan geweest. En op zich is dat heel goed opgevolgd geweest. Ik heb dan telefoon gekregen intern van de mensen van handverkleding. Dat is op de planning gezet. En ik denk 3 weken nadien of zo waren ze al bezig. Heel goed, heel goed. Je hebt eigenlijk 2 soorten reinigingen. Dus dan eerst de grote reiniging. Dat heeft redelijk lang geduurd, daar ben ik toch een paar uur mee bezig geweest. En moet zeggen, daar waren we heel tevreden van. Die man heeft daar met heel veel respect gedaan voor het huis. Ja, we hadden juist gebouwd, alles was nieuw. Voor de materialen, alles ook netjes opgeruimd, dus dat is heel goed verlopen. Ja, dat klopt. We waren eigenlijk heel tevreden. We hebben toen onmiddellijk een onderhoudscontract genomen. Ik denk, wow, dat kost 13 euro per maand of zo. En je krijgt er eigenlijk best veel voor in de plaats. 2 filters per jaar. Eerst ja, om het half jaar moeten die vervangen worden. Dus de eerste doe ik zelf. De andere dat is dan begrepen in het jaarlijks onderhoudscontract. Kom 1 keer per jaar langs. Voor ofwel een kleine ofwel een grote reiniging. Beetje afhankelijk van ja, wat de status van het systeem op dat moment is. Dus ze kijken het na. Als het een grote reiniging is, ja, dan doen ze een grote reiniging. Als het op zich niet te zeer vervuild is, dus een kleine reiniging. Absoluut. Firma is heel professioneel, komt zijn afspraken na, alles op tijd, alles netjes. Planning verloopt heel goed. En het is een volledig digitaal proces, van facturen tot opvolging en zo verder. Dus dat is heel handig. Graag gedaan.